Ik weet nog heel goed de dag dat bij Monique Swinne in haar bureau werd geroepen. Van Hilde, we hebben een project voor u. Zorgboerderijen. En ik dacht, oh Jezus, wat is dat? Het innovatiestuk dat ook een project binnengehaald. We waren er al een beetje op aan het inventariseren geweest. Aan het kijken van ja, hoeveel van die boerderijen zijn er nu eigenlijk al. Dat waren er inderdaad nog niet zoveel. Het was zo, ja, ook zo nog een beetje in de schemerzone van ja, wat is toegelaten, wat mag er wel, wat mag er niet. Ik kreeg daar een heel warm gevoel van. Als je zo bij die pioniers binnenkwam, die mensen deden dat echt wel. Ja, vanuit een zekere passie, met hart en ziel. Ja, van, toch wel vanuit een echt wel een sociale bewogenheid. Ja, en dat waren gewoon heel warme contacten. Allee, dat is waar. Ja, ik vond het wel heel spannend eigenlijk, omdat het iets nieuws was. Je voelde wel onmiddellijk dat je zo terecht kwam bij hele fijne mensen en dat contact was heel vlot en hartelijk en dat liep eigenlijk ja, heel vanzelf. Maar zo het feit dat het nieuw was, dat vond ik echt wel spannend ook. Wij hebben dat ook wel zien groeien en bloeien. We geloofden er wel samen in. En die warme contacten, het feit dat je die zorggassen zo zag openbloeien. Ja, dat was hetgeen waar dat we er eigenlijk elke dag voor tegenaan gingen. En we kregen wel stap voor stap toch wel wat meer land- en tuinbouwbedrijven gewonnen om mee in dat idee te stappen. Want in het begin was dat toch wel niet evident. Ja, om te kunnen blijven verder werken, moeten er natuurlijk middelen zijn. Hè. Die moeten van ergens komen. Dus allee, ik wens alleszins het steunpunt toe dat ze die middelen gaan blijven vinden om die werking, hè, die heel zinvol en heel nuttig is, om die ook te kunnen blijven verder uitbouwen naar de komende jaren. Dus dat daar toch een zekerheid van werken mag komen, is ook belangrijk, denk ik, naar de mensen die er dagelijks actief in bezig zijn. Dat ze zich daar niet te veel kopzorgen moeten over maken, maar dat dat geregeld is. En ook naar de landbouwers toe, dat die, en naar de zorgvoorzieningen, dat die samenwerking mag blijven verder goed lopen, op een goede manier onderbouwd. In belang van de zorgvragers uiteraard. Hè. Ik kan dat alleen maar beamen wat dat Katrien zegt, maar het zijn zo'n enthousiaste medewerkers en ik hoop echt wel dat ze hun werking kunnen verder zetten, dus dat er voldoende middelen zijn. Dat er ook nog wel innovatiekansen zijn, dat hoop ik misschien ook nog wel, want de tijd evolueert en we hebben eigenlijk altijd ook met die innovatieve mindset ook wel naar die zorgboerderijen gekeken. Ik denk, zoals dat Katrien en ik het gekend hebben, dat de dag van vandaag zo niet meer is. Maar dat ze ook wel kunnen blijven evolueren met die hele positieve mindset die ze al altijd gehad hebben. En ik denk nog heel veel werkvreugde, nog heel veel uitbouw en alles ten voordele eigenlijk van zorggasten een mooie plek te geven waar ze zichzelf goed voelen en waar dat ze kunnen groeien en bloeien.